Yo dames en heren, leuk dat je kijkt naar een gloednieuwe video. Vandaag geen vlog, maar vandaag een test. Want wij hebben namelijk een nieuwe fondue. Een soort kaasfondue waar je allemaal dingetjes in kunt dippen. In ieder geval dat denk ik althans, want er zit geen kaasfondue. En ik ben hier samen met Fee en Pax. We zitten gezellig even onder het dekentje. En tijdens het eten doen we ook even een lekker filmpje aan, zodat het wat gezellig is. En ja, dit is wat wij allemaal hebben. We hebben nachos. Yummy. We hebben, ja, soepstengels. Eens even denken. Tortillas. En we hebben tortillas. En we hebben Drumsticks. Komkommer. Komkommer. En dit is al een beetje het eerste gedeelte. Dit is de kom, waar hij het straks in gaat vasthouden. Dit is het vaccinelichtje, zodat het straks goed gaat smelten. En dan gaan we straks hem even helemaal uitpakken en bekijken hoe het allemaal moet. En dit zijn de dingen die we dan erin gaan dippen. Nou, tada! Dit is onze setup. We gaan nu het lichtje aansteken. Oh, altijd een cool moment om te zien. Dan doen we het kleine bakje met de hete kaas. Dan gaan we even roeren en dan zijn we straks klaar om te dippen. Aanvallen! Oké, ik begin met een nacho. Ik ook. Oké, kom, we gaan met z'n allen gaan we beginnen met een nacho. Oké, we gaan hem even indippen. Dip, dip, dip. Oeh. Ha, mijn kaart. Kom op, ga af. Wow. Okay. Nou, dit is, ziet de kaas niet heel goed. Maar hij houdt wel heel lekker. Dus we gaan proeven. Heel lekker. Het is net, ja, wat het is het ook eigenlijk. Het is net alsof je nacho in smeerkaas dit. En dat is heel lekker. Oké. Nou, jullie zijn nog beter bezig met de nachos. Ach, het wordt hier lekker geknoeid. Ik ga nu verder met de tortillas. Adé. Oeh, sweetje. Pax. Oké, ik ga hem nu een beetje met mijn vingers afhalen. Oké. Dit is de tortilla met kaas. En die gaan we nu eten. Hij smaakt een heel klein beetje hetzelfde naar de nacho. Alleen nu proef je de kaas meer. En maar is wel heel lekker. Pas. Is het lekker? Ja, pak je wel een pakje. Twee. Is het lekker? We hebben de fondue lekker gebreid kunnen testen. Ik vond hem heel lekker. Heel makkelijk ook. Want ja, 1, 2, 3 en het is klaar. En ja, ik vond het echt super lekker. Het smaakt? Het smaakt heerlijk. En hierbij sluit ik ook de video af. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog. En abonneer even op het knopje hieronder. En later!